Goeiedag, goedenamiddag Emile. Wat is uw gevoel na deze toernooi? Kijk, ik denk dat ik, als ik zeer eerlijk ben, is het altijd een combinatie van verschillende emoties. Maar ik denk dat de eerste emotie zeker teleurstelling is. In die zin dat we met zeer veel ambitie hier dan, vooral gekomen zijn met een ambitieus parcours. Niet alleen de ervaring die we voordien hebben gehad in de Challenger Series. De voorbereiding die we hebben gehad, die eigenlijk dik in orde waren. Maar eigenlijk op een poule te komen waarbij we eigenlijk zeer veel opportuniteiten hebben. En dat te zien dat we niet brengen. Maar dat we kunnen brengen tegen Polen, voor whatever reason. Het kan zijn dat we onszelf een beetje veel druk opgelegd hebben of de verwachtingen hebben. En dat we daarin eigenlijk zien dat dit opnieuw een stap is om bij te leren. Maar als ik zeer eerlijk ben, had ik deze stap ook wel graag gezien om te winnen van Polen. En dan eigenlijk in een ander kwartfinale uit te komen dan tegen zeer sterk Frankrijk. Maar tegelijkertijd, kunnen we alleen maar trots zijn op een ploeg die opnieuw zesde wordt van Europa, waarbij we toch niet te veel nationale ploeg zijn, die dat zeker op consistente basis kunnen doen, in omstandigheden die niet ideaal zijn. Daar ga ik niet te veel tot in detail treden, maar wat bij mij wel belangrijk is dat onze voorbereiding anders hebben aangepakt en dat we eigenlijk een beetje op hetzelfde komen qua resultaat, maar dat we eigenlijk zeer veel hebben waarbij dat we kunnen valeren. Ik denk zeker naar soms technische uitvoeringen en plaatsing en het, al hetgeen dat we gedaan hebben in voorbereiding, niet per se op het veld kunnen brengen. Dat is de grootste uitdaging van de ploeg te coachen. Hè? Super. En ik denk dat we, waarschijnlijk wel wat uit uitleggen, maar ik denk dat op het einde van de rit, als we zo'n ervaring, los van rugby, ik denk dat we zo'n ervaring kunnen meemaken met dames die allemaal een keuze maken om hier te zijn. En we spreken niet over de sacrifice of opofferingen, maar echt gewoon een keuze maken om hier te zijn. Kunnen alleen maar trots zijn om met zo'n ploeg te mogen werken. En dus daarmee dat de eindnoot, we hebben een teleurstelling ergens een kans laten liggen. Maar op het einde van de rit hebben we eigenlijk een nieuwe pagina geschreven, een zeer mooi verhaal. En één die nog niet eindigt deze zomer. Dus we hebben nog een lang zomer te moeten. En het belangrijkste is dat iedereen nog fit is en gezond. Super. En nu het is de voorbereiding voor Cracovia. Ja. Die zal starten. Ja, inderdaad. Dus we hebben eigenlijk een eerste stage met BWC, met de elites. Onze min 18 die hebben al wat meer ervaring met BWC stages. Maar met de elites spreken we nu woensdag af in Antwerpen. En gaan we eigenlijk zowel de review doen van het eerste toernooi, kunnen we dat afsluiten. En doorgaan naar de volgende. Maar ik denk ook daar dat gewoon terug een ervaring zal zijn. Nieuwe prikkels, een ervaring zal zijn. Al hetgeen dat we hier meegemaakt hebben, waarin dat wij onze manier van werken het best kunnen vinden. Nog eens onder druk laten zetten voor de European Games. Hè. Want dat zal een zeer, zoals ik zei, zeer exciting tournament zijn. Want we hebben Frankrijk niet, we hebben Ierland niet. En de composities van de teams zijn wel verschillend. We hebben nu een goede wedstrijd gespeeld tegen Spanje. Het is altijd moeilijk om uit te leggen aan vrouwen dat af en toe een keer met je ballen en rugby moet spelen. Maar dat is eigenlijk geen ontbrak. En als we dat kunnen brengen tegen Spanje, dan is er een zeer mooie pagina in onze geschiedenis te schrijven. Oké, bedankt. Bonne continuation. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Ciao.